Het Gelders Orkest musiceert met schoolkinderen uit asielzoekerscentra. Het is een manier om hun gedachten te verzetten en ze via de muziek kennis te laten maken met Nederland. Een groot deel van deze kinderen woont in het AZC in Winterswijk. Zo ook de 15-jarige Mohammed uit Syrië. Hij vertrok 9 maanden geleden met zijn broertjes, zusje en moeder naar een vluchtelingenkamp in Turkije. En kon vorige maand worden herenigd met zijn vader, die al in Winterswijk woonde. Ze weten al dat ze in Nijmegen gaan wonen. Maar een huis hebben ze nog niet. Wel een verblijfsvergunning en toekomstplannen. I want to go student swimming. And I want pilot. Het wachten duurt ongeveer 2 tot 5 maanden. Maar klagen, dat doet geen enkele asielzoeker, volgens Vluchtelingenwerk. Maar kwalijk vinden ze het wel. Nee, ze zitten niet blij in een asielzoekerscentrum. Wel tevreden dat ze veilig zijn, maar in afwachting van de volgende stap. Gemeenten moeten asielzoekers met een verblijfsvergunning huisvesten. Hoe groter de gemeente, hoe meer nieuwe inwoners. Op 1 januari van dit jaar liep meer dan 50% van de Gelderse gemeenten achter met die huisvesting. De gemeente Lingewaard worstelt, net als een hoop andere gemeenten, met het probleem. Volgens de wethouder is het geen onwil dat ze te weinig vluchtelingen aan een nieuw thuis heeft geholpen. Vindt u dat u te zwaar belast wordt? Wat is te zwaar? Je moet kijken wat je kan handelen. En als we op dat moment geen beschikbare woningen hebben, dan kunnen wij mensen niet plaatsen. Op dit moment is 30% van de asielzoekers die in een centrum woont aan het wachten op een woning. En dat aantal gaat waarschijnlijk oplopen komend jaar. Zolang de instroom zo hoog blijft als dat die nu is. En het lastig is om statushouders uit te plaatsen naar woningen in gemeenten, hoopt het op in de centra. Het afgelopen jaar was de huisvesting al een probleem. Maar het komend jaar, zo verwachten de Gelderse gemeenten, gaat het probleem nog groter worden. Er worden meer asielzoekers toegelaten en Den Haag eist van de gemeente dat ze 2 keer zoveel vluchtelingen een huis geven. Volgens Peter Boelman, hoogleraar woningmarkt, gaat dat voor problemen zorgen voor woningzoekenden. Ja, je ziet dat de inschrijfduur, de wachttijd voor een sociale huurwoning, neemt daardoor fors toe. Je moet je voorstellen dat ongeveer 1/3 tot 1/4 van de woningen die wordt toegewezen aan mensen met een urgentie. Dat kunnen mensen zijn die uit een inrichting komen of uit een sloopwoning. Nou ja, dan is er nog een behoorlijk deel, dat kan ook 1/3 tot 1/4 zijn, wat je moet toewijzen aan mensen met een status. Nou, dan hou je maar heel weinig woningen over voor gewoon de reguliere woningzoekenden. Met name ook omdat het aanbod afgenomen is. Afgelopen half jaar moest Lingewaard 25 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Komend half jaar is dat 38. En dan hebben ze ook nog een achterstand weg te werken. Er is maar een beperkt aantal goedkope huurhuizen beschikbaar en de wachttijden lopen op voor de andere inwoners. En dus wordt er naar andere oplossingen gezocht. Maar wie gaat dat betalen? Nou, daarover wil ik wel het gesprek aangaan met het Rijk. Om te kijken hoe kunnen we dit oplossen. Want wij kunnen wel heel veel dingen om gaan bouwen. Particuliere huizen. Hè, gebruik voor verblijfsgerechten. Maar er zit altijd een kostenplaatje aan. En dat moet je altijd afwegen. En ik vind wel dat het Rijk ons daar wel wat in tegemoet zou kunnen komen. Dus dat gesprek gaan we zeker aan. Nou, op de korte termijn moet je zorgen dat er alternatieve ruimte beschikbaar komt. En dan moet je denken aan gebouwen die leeg staan. Dat zijn vaak kantoren, fabrieken. Die kun je tijdelijk inrichten voor wonen. Daar zijn allerlei concepten voor ontwikkeld. En op de middellange termijn moet je gewoon zorgen dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar gaan komen. Afwachten dus. Ook voor Mohammed en zijn familie. Al overheerst bij hun de dankbaarheid. Holland haven't everything. And Holland safe haven't war. And people good, very good people.